Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik moet beginnen, want het is veel te lang geleden dat ik op deze manier voor een camera heb gezeten. Hier ben ik dan. Ik ben weer terug van weg geweest en vorig jaar had ik al een aankondiging gedaan dat ik terug zou zijn op YouTube. Alleen het is anders gelopen dan dat ik gehoopt had. Om eerlijk te zijn was ik gewoon de passie verloren om video's te maken. En ik ben natuurlijk begonnen met het maken van YouTube video's in, even nadenken, 2010, 2012. Dat is heel wat jaren geleden. En wat toen ontstaan was als een hobby, was op een gegeven moment geen hobby meer geworden. Ik kon mijn plezier gewoon niet meer in vinden. Het voelde als een verplichting. En naast dat, ja, veranderde mijn leven compleet. Ik was een kind toen ik begon met YouTube-video's te maken. Ik was een jaartje of 14, 12, 14, daartussenin. En ik ben zoveel fases doorstaan. Ik kreeg andere prioriteiten. En op dit moment merkte ik toch wel dat ik het miste. En dan moet ik er ook wel bij zeggen, iets wat me ook tegenhield om weer video's te maken was mijn perfectionisme. Ik zat gewoon veel te veel in mijn hoofd dan dat ik dingen daadwerkelijk ging uitvoeren. Er gingen dan gedachten door me heen van wat nou als het niet genoeg is, wat nou als het niet aanspreekt, wat nou als het geen views krijgt. Uiteindelijk doet het er alleen toe wat ik leuk vind of ik erachter sta. En ik kan er wel over gaan piekeren van, oh ja, wat nou als deze video niet goed is. Maar het kan altijd beter. Uiteindelijk is niks perfect en het is nooit goed voor jezelf dan misschien, in ieder geval in mijn ogen. Dus ik ga proberen om mijn perfectionisme los te laten en gewoon weer video's te maken. Want ik merk dat ik het zo leuk vind om mijn oude video's terug te zien. En omdat ik nu al een hele tijd geen video's heb gemaakt, vind ik dat best wel jammer, want er is een gap in mijn leven wat ik gewoon niet terug kan halen. En ik ben zo gewend dat ik mijn leven gewoon op beeld heb. En ik vind het gewoon zo leuk om mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn persoonlijke groei terug te zien. Dus hierbij mijn comeback. Ik ga niks beloven, maar ik ga wel met mezelf afspreken dat ik regelmatig ga uploaden. En ik heb heel wat ideeën, ik heb al heel wat uitgewerkt. Ik moet alleen nog de tijd vinden om alles te kunnen uitvoeren. Maar ik ga in deze video jullie een beetje bijpraten van hoe ik in het leven sta. Wat me allemaal bezighoudt op dit moment. Dus ja, welkom terug allemaal. Ik zal niet alles in één video gaan proppen. Maar gaandeweg zul je mij beter leren kennen. En mocht je me al op Instagram en op TikTok volgen, dan heb je hier en daar ook wel wat dingetjes van mijn leven op kunnen pikken. Maar laten we gewoon beginnen. Ik heb wat dingetjes opgeschreven die ik in deze video wil behandelen. Als allereerst, hoe gaat het met mij? Ik moet zeggen dat het op en af gaat. Op sommige momenten gaat het heel goed met mij en zit ik lekker in de flow. En op sommige momenten zit ik echt gewoon in een hele diepe sleur. Dus het ligt heel erg aan de dag. Ik denk dat dat wel menselijk is. Maar overal ben ik best wel content. Dan een update over mijn woonsituatie. Inmiddels woon ik al bijna een jaar samen en ik ben nog steeds hartstikke blij met de woning. De afgelopen periode hebben we kleine dingetjes veranderd in de woning. Ik zal binnenkort wel weer eens een house tour doen, want er zijn wel wat dingetjes aangepast. Ik moet zeggen, het is nooit 100% af, maar ik ben er nu wel gewoon tevreden mee. Het is meer dan leefbaar. Misschien dat het in de toekomst nog hier en daar gaat veranderen, maar ik vind het helemaal prima zo. En het voelt zo raar, want een jaar gaat dus zo snel voorbij. Aan de ene kant voelt het al als een jaar, maar aan de andere kant voelt het alsof ik hier pas ben komen wonen. Maar ik ben helemaal blij met dit stekkie en ik heb geen idee hoe lang we blijven. Voor nu is het ons plekje. Dan gaan we door naar een ander onderdeel waar ik het graag over wil hebben, namelijk mijn werksituatie. Ik krijg best wel vaak de vraag van Sabrina, wat doe je nou precies? Ik vind het wel leuk om het daarover te hebben. Ik ga niet mijn hele cv af, maar ik ga wel beginnen vanaf het moment dat ik afgestudeerd ben. En dat was ongeveer een jaar geleden. Na mijn studie bleef ik hangen bij mijn stagebedrijf en dat bedrijf is Nadoofy. Het is een interieurbedrijf en daar heb ik tijdens mijn stage, maar ook na mijn stage, heel veel dingen gedaan omtrent social media. Ik heb content gemaakt en
social media bijgehouden, advertenties gemaakt, andere visuals gecreëerd. En dat deed ik toen voor 3 dagen in de week. En de overige 2 dagen van mijn werkweek deed ik freelance werk. Dus ik had een aantal opdrachtgevers waar ik onder andere social media content voor maakte, foto's, video's, andere creaties. Dus ik was voor 3 dagen in loondienst en ik werkte 2 dagen voor mezelf. Dat was pittig. Ik ben op dit moment deze video aan het editen, maar ik was een belangrijk puntje vergeten. Namelijk, ik was vergeten te zeggen dat ik natuurlijk 2 freelance dagen had. Alleen uiteindelijk was ik meer tijd eraan kwijt dan die 2 dagen. Dus ik werkte in de avonden, in het weekend. Dus ik was naast mijn 3 dagen in loondienst, ja, in totaal 7 dagen aan het werk in plaats van 5 dagen. Dus daarom vond ik het wel pittig. Ik merkte dat ik gewoon constant aan het werk was en amper vrije tijd had. En ik ben totaal niet vies van werken, want ik vind het superleuk om bezig te zijn. Maar ik merkte dat ik er gewoon geen energie meer van kreeg. Dus ik besloot om een andere baan te gaan zoeken voor 4 dagen in de week. En uiteindelijk kwam ik bij het bedrijf Sapje terecht. Dus na een half jaar nog bij Nadoofie te hebben gewerkt, begon ik bij mijn nieuwe werk, bij Sapje. En daar had ik de functie content en social media specialist. En ik hield me voornamelijk bezig met content creatie, social media, influencer marketing, andere samenwerkingen, creaties voor advertenties, noem het maar op. Dus daar was ik 4 dagen in de week mee bezig. Ik moet zeggen dat dat best wel pittig voor mij was. Ik werkte wel deels thuis, maar de locatie was best wel ver van huis. En dat was hetgene wat me wel een beetje tegenhield. Ik deed daarnaast niet meer echt freelance werk, maar wel mijn influencer klussen. Dus ik had wel samenwerkingen met merken voor mijn eigen social media platformen. En ja, dat liep gewoon door. Maar ik merkte dat mijn tijd en energie voornamelijk naar mijn kantoorbaan ging. Omdat, ja, dat 4 dagen in de week was. En ik merkte dat het toch niet helemaal mijn plek was, ondanks dat ik wel financiële stabiliteit had. Ik ben erachter gekomen dat ik dat wel heel erg belangrijk vind. Vandaar dat ik en in loondienst zit en dat ik voor mezelf werk. Want dan heb ik meerdere inkomstenbronnen. Maar ik wil wel natuurlijk dat mijn werk leuk is. Dus ik ben nu een beetje op zoek naar een combinatie van beide. En dat ik voor een werkgever kan werken en voor mezelf. En dat ik gewoon een hele fijne balans kan hebben. Op dit moment heb ik een nieuwe baan. Ook voor 4 dagen in de week. Maar het is wel dichter bij huis. En ik heb daar ook al eerder gewerkt als freelancer. Namelijk Canteen 25. Is een restaurant en er zit ook een hotel bij. Dus ik denk dat deze sector me ook heel erg aanspreekt. En ik zie wel waar het schip strandt, weet je. Uiteindelijk is het maar werk. Sommige mensen zeggen, ja, werk is maar werk. Ik vind het wel belangrijk dat je plezier in je werk hebt. Want het is toch je dagbesteding. Dus om het lange verhaal even wat korter te maken. Op dit moment werk ik bij een werkgever en werk ik voor mezelf. Dus. En wat ik eigenlijk qua functie doe. Ik doe eigenlijk alles omtrent content, social media, marketing, branding. Eigenlijk alles wat daarbij past. En ondanks dat ik best wel content ben met mijn huidige werksituatie, ben ik wel over na aan het denken van wat ik nou precies in de toekomst wil. Weet je, wil ik wat ik nu doe mijn hele leven blijven doen? Heb ik andere ambities? Maar ja, tijd zal het mij wel duidelijk maken. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel een beetje op ontdekkingsreis ben. Van waar liggen nou mijn interesses? En wat valt er nog meer in het leven te halen? Maar ja, ja, ik hoef ook niet alles vandaag al op orde te hebben. Weet je, ik ontdek het gaandeweg wel. En dan heb ik nog 1 onderwerp waar ik het in deze video over wil hebben. Namelijk ons nieuwe kindje. Nou ja, hondenkindje. Milo. We hebben sinds een aantal maanden, 2 maanden nu volgens mij, 2-3 maanden, een puppy. Een corgi puppy genaamd Milo. En ik ben daar zo ontzettend blij mee. Want het is echt mijn kinderdroom geweest om een eigen hond te hebben. Ik heb nooit echt huisdieren gehad. Alleen vissen, maar die vind ik niet echt mee tellen. Ik heb altijd gezegd, als ik samen woon, wil ik heel graag een hondje. En die hebben we nu. Ik zal daar nog even een aparte video over maken. Maar Milo kost ons gewoon zoveel tijd en energie. Maar we krijgen er ook heel veel liefde en energie van terug. Dus dat is een hele fijne investering die ik in mijn leven heb gedaan. Ik ben daar heel erg blij mee. Maar ik moet zeggen, ja, doordat je eigenlijk iets nieuws in je leven hebt,
is het gewoon van belang dat je gaat aanpassen aan bepaalde situaties. En ik merk dat ik daar, ik wil niet zeggen moeite mee heb, maar ook weer wel. Ik moet mijn leven een beetje hergaan organiseren van hey, wat heeft prioriteit, waar wil ik mijn energie aan besteden, wat vind ik belangrijk in het leven, eigenlijk alles wat ik in het begin van deze video ook had gezegd. Ja, ik heb echt de neiging om alles in één video te proppen zodat ik het allemaal heb gezegd, maar het is ook wel goed om het op een ander moment weer terug te laten komen. Ik vond het heel erg fijn om eventjes bijgepraat te hebben, zo hebben jullie toch een beetje een idee van hoe mijn leven in elkaar zit. Maar het is gewoon ook zo gek, want ik leef natuurlijk mijn leven, ik maak alles mee en alles zit hier in mijn hoofd. En ik vind het heel moeilijk om dat goed te kunnen verwoorden, zodat ik ook makkelijk jullie erin mee kan nemen. Dus dat is iets waar ik ook aan wil werken, om beter mijn verhalen te vertellen, betere storytelling te doen. Maar dat komt allemaal wel. En laten we gewoon lekker in de comments verder kletsen. En dan zien jullie mij de volgende keer weer met een nieuwe video. Doei!